Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb echt een super toffe video en podcast weer voor jullie. En dan gaan we het hebben over hoe lang het nou duurt voordat een blogpost zijn maximale SEO-verkeer bereikt. Als je niet linkbeeld op die post, maar al wel een site hebt die gewoon wat algemene autoriteit heeft. Dus als je iets publiceert, je doet niks aan linkbeelding. Hoe lang duurt het dan voordat hij zijn maximale verkeer bereikt? Dat is iets wat wij hebben geleerd of eigenlijk waar we wat inzicht in hebben gekregen, dankzij de case-study die we nu draaien en dat ga ik nu met je delen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Mocht je niet op de hoogte zijn van de case-study die we nu draaien, zal ik het even kort toelichten. We hebben een hele tijd geleden, een paar jaar geleden, voor 800 euro een behoorlijk goed domein gekocht. En op dat domein zijn we nu een nieuwe site aan het maken. En we houden elke maand bij hoe we groeien in verkeer en in verdiensten, et cetera. Dus we zijn nu in maand vier van de, van de case-studie. We zijn in januari begonnen. Um, en ik zal even linken naar al die verschillende updates van die, die case-studies. Um, en daar zijn we mee bezig. Uh, we hebben daar dus een oud domein voor gekocht. Dus uh, ik zal de, de stats nog even doorgeven. Het heeft een DR van 28, een TF van 19 en een DE van 30. Dus dat is best wel aardig. Nou, daarop zijn we vervolgens artikelen gaan publiceren. Maar die artikelen hebben helemaal niks te maken met waar het, het domein ooit over ging. Dus het is niet dat we een oud fitnessdomein hebben gekocht en dat we nu fitnessartikelen publiceren. Het was zeg maar. Uh, vroeger een site die ging over vogels, en we publiceren nu iets dat gaat over schoffels of zo. Weet je, zoiets. Het, het heeft niks met elkaar te maken. Dus alle artikelen die scoren, die scoren op basis van nou ja, de onpage zelf en natuurlijk de, de concurrentie, um, uh, eventuele interne linkstructuur, die er praktisch niet is op de site. Even tussen jou en mij. Uh, en gewoon op de algemene domeinautoriteit van dat specifieke domein. En weet ook dat we dus niks linkbeelden naar die site. Hè. We doen echt nul aan linkbeelding, dus de totale linken blijven stabiel. Of uh, om precies te zijn, neemt het langzaamaan ietsjes af, want er verdwijnen gewoon af en toe linken en er komt nooit wat bij. Dus heel langzaamaan wordt het langzaamaan minder. Maar wat dit nu zo uniek of perfect maakt, is dat we dus een site hebben waar we niet naartoe linkbeelden, Waar de interne linkstructuur ja, eigenlijk gewoon niet bestaand is. Dus als er nu een artikel gaat scoren, dan scoort hij eigenlijk puur op basis van de onpage. en eh, ten opzichte van, van de concurrentie die er is en de algemene domeinautoriteit. Dus het is best wel een goede manier om eigenlijk te kijken hoe goed kan een blog nu op zichzelf scoren, zonder dat hij hulp krijgt. En nu we zo'n vier maanden in de case study zijn leek ons dat een goed moment om uh, daar eens even naar te gaan kijken. En voor alle duidelijkheid, ik zeg nu dat we vier maanden in de case-study zijn, maar als je de case-study volgt, dan weet je dat we eigenlijk al een half jaar daarvoor, dus tien maanden geleden in totaal, zijn we al een beetje begonnen met experimenteren. Dus eigenlijk hebben we van tien maanden zo'n beetje artikelen online staan en we zijn gewoon eens gaan kijken wat is het moment dat een artikel zijn maximale verkeer bereikt. Wanneer, wanneer plateaut hij of wanneer zakt hij weer iets weg? Hoe lang duurt dat? Nou, en die resultaten, die gaan je waarschijnlijk verbazen en hopelijk ook een beetje blij maken. Dus van alle artikelen die nu één maand online staan, niet geheel verrassend, even open deur open trappen, uh, ja, is die ene maand het beste verkeer. En het zal je ook niet verbazen dat alle artikelen die nu maximaal twee maanden online staan, dat die tweede maand de beste maand is qua verkeer. Dat is tot nu toe niet zo heel verrassend. Maand 3 was eigenlijk de meest opvallende. Dus we hadden vijf artikelen die nu drie maanden online staan. En die hebben allemaal in de derde maand het maximale verkeer bereikt. Maar we hebben ook drie artikelen die al langer dan drie maanden online staan. En die hebben dus in de derde maand bereikt ze zo'n beetje hun piek. In de derde maand hadden ze het maximale verkeer binnen. Dus om een of andere reden lijkt die twaalf weken, die drie maanden, lijkt een bepaald... Ja, punt te zijn, en misschien dat als de concurrentie te groot is dat het dan afvlakt, of ja, wat het precies is, durf ik niet te zeggen. Maar er zijn dus best wel wat artikelen, drie stuks die na drie maanden op hun max zaten. Er is één artikel wat nu vier maanden online staat, en dat artikel bereikt dus in die vierde maand ook zijn maximum. Dus elke maand is tot nu toe nog beter dan de maand ervoor. Van de twee artikelen die nu vijf maanden online staan, is dat precies hetzelfde. Elke maand is nog beter dan de maand ervoor. En van de artikelen die zes maanden online staan, is dat ook zo. Elke maand is nog steeds beter dan de maand ervoor. En van alle artikelen die nu zeven maanden online staan... en dat is eigenlijk min of meer het maximale wat we tot nu toe hebben gemeten... is van al die artikelen, of in elk geval van drie artikelen, van drie hele belangrijke... is nog steeds elke maand beter dan de maand ervoor. Dus dat zijn artikelen die hebben we zeven maanden geleden gemaakt... Op een bepaalde manier, weliswaar, maar zeven maanden geleden. En nog steeds neemt het verkeer elke maand toe, terwijl we er dus verder niks meer aan doen. We veranderen de pagina's niet, we veranderen afbeeldingen of video's of ik voor wat niet. We doen geen linkbeelding, er is praktisch geen interne linkstructuur en daar wordt ook niks in veranderd. Dus dat is volledig uit zichzelf dat ze aan het scoren zijn. En dat is misschien iets wat je niet verwachtte. Want ik weet dat de meeste mensen denken dat een blogartikel binnen ja, een paar weken of een paar maanden wel op zijn top zit. He, dan uh, zien ze bijvoorbeeld, nou, hij staat nu uh, positie uh, 5 in Google of 7 in Google, dus hij zit wel op zijn maximum. Nou, dat is nog helemaal mooi hiervan. Bijna geen enkel van die bloggen heeft zijn, zijn echte hoofdzoekwoord waar dat artikel zich op focust, staat op nummer 1. Sterker nog, de meeste hebben met een beetje marzel dat ze gewoon in de top 10 überhaupt staan. Maar zelfs dat zijn ze niet allemaal. Dus heel veel van het verkeer wat je ziet, komt nog eens gewoon uit longtail vandaan. Wat ook goed om te weten is, is dat ja, 7 maanden is het maximum wat we nu kunnen meten. Maar het kan dus heel goed zijn dat de achtste maand ook weer voor alle artikelen hun, hun beste maand wordt. Dus dat, dat misschien artikelen wel 7 maanden of 8 of 9, 10, 11, 12, dat ze, dat ze gewoon blijven groeien en groeien in verkeer. En dat zou dus betekenen, als je nu bezig bent met een site, of nou affiliate is, of, of een blogsite, houd er dus rekening mee dat als je niet aan linkbuilding doet, niet interne linkstructuur, niet zulke dingen doet. Dat het dus echt tijd kan kosten voordat een artikel gaat ranken. Voordat het hoofdzoekwoord in de top 10 komt, voordat de longtail komt, voordat die verkeer aan begint te trekken. Dus als je nu bijvoorbeeld een half jaar bezig bent en je ziet nog niet echt resultaat, of nog niet heel veel resultaat. Ja, dat kan goed kloppen, want er zit dus een gigantische nasleep aan wanneer je iets doet en hoe lang het duurt voordat je een resultaat hebt. Bij een nieuwe sites is dat nog erger, want dan heb je het met de Google Sandbox te maken. Dus probeer vooral vol te houden, want je ziet dus dat je echt wel eigenlijk een nasleep van een half jaar of misschien wel langer hebt, voordat je echt het maximale resultaat uit je blog begint te zien. En ook dit is dus een van de redenen waarom wij en heel veel mensen zeggen dat SEO tijd kost. Het kost gewoon tijd voor Google om je de plek te geven die je verdient. En dan snap ik dat je deze tijd natuurlijk drastisch kan verkorten. He, door goede interne linken te plaatsen of een goede silo-structuur te hebben. Door wel uh, extern te linkbeelden, door wel actief te zorgen dat de linken naar die artikelen gaan. Dus deze tijd kan behoorlijk korter zijn voordat hij zijn maximale verkeer bereikt. Maar wat je daarbij wel goed moet beseffen is, is dat de moeite waard? Nu schrijven we een artikel, we zetten hem online en verder doen we er niks aan. En dan zien we dit als resultaat. Als we hadden gelinkbeeld hierheen, laten we zeggen dat we 30 uur hadden gelinkbeeld, dan hadden we misschien dit resultaat sneller bereikt. Maar in die 30 uur hadden we ook weer heel veel nieuwe artikelen kunnen maken die ditzelfde resultaat uh, bereikt zouden hebben. Dus de vraag is even, als je per se in de komende maanden iets moet doen, ja, dan moet je gaan linkbeelden. Maar als dat niet hoeft, kan het potentieel veel meer de moeite waard zijn om nieuwe artikelen te maken gericht op. Nieuwe zoekwoorden om nog meer van zulke curves te krijgen, nog meer groei te krijgen, dan dat je gaat linkbeelden, extern met name, om het te versnellen. Want ja, alle tijd die je stopt in het linkbeelden, daarvan weet je natuurlijk niet of dat artikel dat uiteindelijk uit zichzelf ook had bereikt. Dat, dat weet jij niet, dat weet ik niet. Dat, dat is gewoon niet te voorspellen. Niemand weet dat. Dus dat is een hele belangrijke les die je hier kan leren: van ja, ga ik voor snelheid. Of ga ik soort voor efficiëntie met de kans natuurlijk wel dat je op een later moment alsnog moet linkbeelden omdat hij niet het resultaat bereikt wat je wil. Maar dat is een hele belangrijke les hieruit. Dus los van het feit dat CO dus tijd kost als je er verder niks aan doet, dat je dus heel goed moet afwegen waar ga ik mijn tijd en energie en middelen in stoppen. Ga ik het steken in versnellen of ga ik het steken in efficiënt opbouwen en dan met maanden vertraging daar de beloningen van, uh, van binnenhalen. Nou, en nogmaals voor alle duidelijkheid: kijk, dit is wel geplaatst op een domein. Wat dus um, best wel aardige autoriteit al heeft. En waar echt goede linken heen gaan. Hè? Dus, dus het is niet alsof dit een nieuwe website is. Deze heeft al een behoorlijke autoriteit in zich. En ik weet bijna zeker dat als dit domein niet die autoriteit had gehad. dat waarschijnlijk die bloggen niet zo goed van de grond waren gekomen. Daarom hebben we ook dit domein gekocht. en, en zijn we daarmee aan de slag gegaan. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om te weten dat alle linken die naar dit domein gingen, die hebben we gewoon geredirect naar de homepage. He, er is geen enkel artikel wat ook maar één externe link naar het artikel zelf heeft. Alles gaat gewoon naar de homepage en die verdeelt het dan naar de artikelen die er toevallig op de homepage staan. Dus dat is echt belangrijk om te weten. Dus aan de ene kant geeft het een soort de kracht van linkbuilding weer, maar aan de andere kant haalt het de kracht van linkbuilding ook een beetje onderuit als je geduld hebt. Dus als je benieuwd bent hoe lang het wel niet kan duren voordat je blog een beetje bereik krijgt, dan heb je nu het antwoord. Zeven maanden kan het zeker duren. En ik, ik geef misschien over een half jaar nog wel weer een update als er nog meer artikelen zijn, nog meer tijd verstreken is. Want dan zien we misschien nog betere resultaten. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat het je misschien uh, aanzet tot nadenken en tot inspiratie. En misschien wel belangrijke strategische beslissingen maakt. Van hé, hey, wacht even. Gaat het gewoon, als ik nu een blog maak, een jaar duren voordat ik het maximale resultaat heb? Ja, dag, dat is niet de bedoeling. Hup, we gaan linkbeelden erop om dat te versnellen. Dat kan een goede conclusie zijn. Het kan ook andersom zijn, joh, we gaan helemaal niet linkbeelden. En We gaan eerst eens even kijken wanneer zo'n artikel zijn zo maximale verkeer binnenhaalt. En al duurt dat een jaar, duurt dat een jaar, hè? als we maar efficiënt werken. Kan ook. Hoe dan ook, die beslissing is in jou. Ik hoor het graag als je hier wat aan hebt gehad. Heb je nog vragen of iets anders? Laat het even weten. En zo niet, dan hoop ik dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer van deze toffe, originele onderzoeken die we doen met onze eigen testwebsites. En natuurlijk nog veel meer info over conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.